Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen. Dankjewel. Hier ben je al nu. Klik op het belletje. Wat gaan we doen in deze vlog? De hele huis laten zien. Het huis laten zien? Ja. En een challenge. Ja, we gaan geen challenge doen vandaag. Het huis laten zien is wel challenge genoeg. Ja. Alleen. Gaan we boven beginnen? Zo, hond wou ook in de vlog. Eerst met Bella. Dit is Bella. En ik besta niet. Jullie ligt daar. Maar we gaan boven beginnen, dus we gaan eerst naar boven. Dit is het Bella. Ze gaan dan tegen de vlog. Mama, ik ben rood kapje. Roos kapje. Nee, rood. Nou, zullen we maar gelijk de woonkamer laten zien? Want dat zien ze nu al door jullie. Ik ben roeskapje. Oké. Okay. Dit is de gedeelte van de woonkamer. Ga jij het vertellen? Ja. Oké, okay, wat zien we hier allemaal? Jaden. Jaden? Ja. De bank. Ja, de bank. De tafel. Ja. De tafel en de lamp. Ja. Dan hebben we hier een grote kast, daar stonden eerst alle puppyspullen in. Daar hangen die foto's, hadden jullie wel gezien. Zo'n airco ding, vast de warmboord, tv, twee benches hier. Ze zijn heel druk nu even. Dit zijn al twee de benches. Bella slaapt daar samen met haar zoontje. En dit is haar speelgoedmand. Hier slaapt Kietje alleen. Ze hebben hun speelgoed gepakt. Heb ik hier nog twee stoelen. Oh ja, de stofzuiger. Ik moest zo nog stofzuigen eigenlijk. De twee stoelen met een klein tafeltje. Hebben we daar de loopband. Dit is elektrische step. Oh ja, twee kastjes nog. De foto's van de kindjes. En hier de eettafel. Dus dit is een beetje in één keer de... Zo is dus de woonkamer. Helemaal. Oké, okay, we gaan door. Naar boven. Kom. Oh, dit is de... Dit is de gang. Ja. Dit is de voordeur waar je eigenlijk binnenkomt. Oh ja, de wc mag je ook laten zien. Oh, maar daar nog. Ja, mag gewoon iemand alles laten zien. Dit is de wc. En dit is de trap. Traphekje. Zet even mijn was op, jongens. Even niet opletten. Even uitzoomen. Dit is dus de traphekje. En over 2 weken wordt hier tapijt gelegd op de trap. Dat moet ook nog gebeuren. Dan hebben we hier nog een kast. Een keukentje. Ja, dit is echt een troephok. Alle lege flessen, lege tassen. Maar ook onze voorraad. Eten en drinken, schoonmaakmiddel en... Shampoo en weet ik het. Ja. Dus hier kom je eigenlijk via binnen. Ja. En dan is dit de plastic bak. En de karton. Oké. Okay. Heb je de kapstok al laten zien? Nee. Want je komt daar binnen. Dus dan moet je eigenlijk eerst. Waar moeten jouw schoenen? Ja. In de schoenenrek, toch? Ja. We hebben hier dus 2 schoenenrekken. Ja, en weet je waarom hier de helmen zijn? Nee. Omdat we hebben een scooter. We hebben een scooter, hè. Dus hier liggen de helmen. Hier liggen de hondenriemen. En deze is van mij. Jij ging er aan zitten. Dit zijn de kinderjassen en de... Tassen. Tassenbak. Alle schooltassen. En hier liggen de grote mensenjassen en de sjalen en mutsen. Dus dit is een beetje de gang hoe je eigenlijk binnenkomt. Oké, dan heb je de wc net gezien. Dan gaan we hier door het traphekje naar boven. Ja. Het traphek, voor wie is het traphekje? Voor de honden. Voor de honden, die mogen hier naar boven. Kie kan het zelf open doen. Klopt, maar Kiara kan hem gewoon openmaken. Oké, dus niet de trap letten, die wordt over 2 weken gedaan. We gaan naar boven. Ja, we wonen hier al een jaar, ik heb nog nooit mijn huis laten zien. Mag ik zo even uitleggen waarom ik nog nooit mijn huis heb laten zien? Omdat die gewoon nooit af is. Zoals de trap moet nog worden gedaan. Ik moet die hok moet ik eigenlijk nog opruimen. Plastic en karton wil ik ergens anders. Maar elke keer is er weer wat te doen. Dus het is nooit, nooit af. We gaan verder naar boven. Ja. De eerste. Zien we de gang? Ja. Dat is de gang. Dit is de gang. Ja. Ja, met onze mooie foto. Ja. Oké, wat wil je als eerst laten zien? De badkamer. De badkamer. En hier is onze hele foto. Hele mooie foto. Dit is de... Badkamer. Met de wc. Ja. Hier is dus de douchehok. Daar staat ook ons bad in. Ja. De wc. Kastjes. Dat is gewoon de badkamer. Toch? Ja. Oké. Dat is handiger toch? Dan is dit. Wie's kamer is dit? Jaden. Jaden's kamer. Ik
met Jaden bouwt met Lego. Kijk, hij, dit is een raket, zei Jay. Een raket. En dit is de... Dus, ja. En dit is de olifant. En dit is een pistool. En dit is een stoel. Ja. En dit is een vogel. Mm-hmm. En dit is een bootje. Ja. Oké, dit is Jay's kamer. Die heeft een hoogslaper. Kijk. Met daaronder een bureau. Dit is zijn klerenkast. Maar hier had hij niet genoeg aan. Ja. Spelletje. Yes. Dus hier heeft hij nog een klerenkast. Hij heeft hier zo'n ballenautomaat, een kastje. Dus Jay heeft eigenlijk de kleinste kamer, maar we leggen straks uit waarom. Oké, hebben we nog meer kamers? Of was dit het? Oh, dit is oma's kastje. Yes. Voor oma. En dus hier liggen gewoon alle lakens en dekens in voor de bedden. Yes. Maar dit is van oma. Ja. Yes. En oma's potje komt hier nog te staan met haar as erin. Wat is as? Oma is toch verbrand? Ja. Ja, dan moeten we oma hier neerzetten met het potje. Maar dat komt nog. Kijk, en dit is al twee. Ja, hebben ze al drie keer gezien, maar ik zal het nog een keer laten zien. Ja, volgende. Wie's kamer is dit? Mijn kamer. Zoemea kamer. Ik heb wel een heel mooi. Normaal, toen ging ik slapen, had ik hier een oog gezien. Wat? Een oog had ik hier gezien. Een oog? Ja. Dus toen durfde hij niet in mijn eigen bed slapen. Nee. Maar dat is niet echt, schat. Dat droom je dan. Nee, maar... Ze heeft een ballenbak hier. Haar bureautje hier. Mama, maar ik had echt mijn ogen open. En eens zag ik echt dat. Ja, dat kan echt niet. Ik dit... Oké, dan heb je hier dus je tv. Ja? Dit is je klerenkast met je mandjes. Dit zijn je jurkjes. Verkleedkleren. Ja. Een beetje speelgoed. Ze mogen niet veel speelgoed in hun kamer. Laten we straks zien waarom. En oh, wil je laten zien? Gaan oh ja, ze wil een vlog gaan maken dat ze een muntje gaat schoonmaken. Ja. Oké, dit is jouw kamer. Heerlijk. Oh, wacht. Dit is van Roblox. Mhm. Ja, oké, okay. Wat hebben we nog meer? Dit is een mama's kamer. Dit is mama's slaapkamer. Kijk, dit heeft mama gemaakt, dat kluffeltje. Ja, heb ik zelf gemaakt. Dit is gewoon mijn slaapkamer, jongens. Ook niks speciaals. Wat spulletjes, mijn bed, mijn kasten, mijn tv. Ja, niks bijzonders. Toch? Nee. Oké. Okay. De kasten? Ja, alle spullen. Oké, okay, was dit alles? Nee. Wat hebben we nog meer? Dit. Oh mijn god, wil je dat ook laten zien? Ah. Dit is een rommelkamer. Hier gooi ik alle spullen wat ik nog niet heb uitgepakt van de verhuizing. Ja. Oké, deze is weer heel gauw dicht. Ja. Oké, was dit alles? Nee. Wat hebben we nog meer? De zolder. Zolder! Had je dat vergeten? Nee. Oké, hoe moet je naar zolder? Want er is geen trap. Nee. Hoe moet dat? Kijk, en je hebt zo'n touwtje. Ja. Dan gaat mama altijd, als ze op de zolder weer, dan gaat mama altijd het touwtje trekken. Oké, ga jij filmen, dan ga ik het openmaken. Ja. Maar ga je echt in de... Zolder? Ja. Ja, tuurlijk. Oh. Oké, ik pak iets, anders gaat mijn hand pijn doen. Zie je? Dan heb je hier de trap. Ja. En dan moet je die trap naar beneden doen. En dan gaan we naar boven. Ja. Ga jij eerst? Ja. Oké. Kom jij dan echt? Ja, ga maar. Gaan we het laten zien, toch? Ja, kom maar. Ja, de trap is wel een beetje eng, maar... Nee, toch? Ja. Voor de eerste keer was het wel een beetje eng. Oké, en wat hebben we hier op zolder allemaal? Kijk, ook een beetje... Heel veel... Speelgoed. Speelgoed. Dus dit is eigenlijk hun speelgoed. Kom eens. Bende. Ja. Ik heb heel veel geld. Oh, weet niet waarvoor dat in de vlog moet vertellen, maar... Ja. Spaarpot vol met geld, ja. Oké. Kijk, hier kan je zo... Hier kan je zakjes in gooien. Mhm, zo'n spelletje. Bijvoorbeeld dit. Ja! En dan dit. Dit is eigenlijk hun speelgoedruimte. Ja. Oké, okay. Daar heb je nog meer speelgoedruimte. Allemaal bakken speelgoed, jongens. Maar, waarom heeft Jaden een kleine slaapkamer? Ja. Wat heeft Jaden hier? Ja, omdat hij heeft een hele grote bed in zijn kamer. Nou, laat eens zien. Wat heeft Jaden hier nog? Ja, maar
maar van wie is dit eigenlijk? Van Jade of van jou? Voor Jade, maar daar wil Jade nooit slapen in die hoge bed. Eerst moet ik erin dan jij. Kom maar. Dus hier heeft Jade eigenlijk nog een slaapkamer met een bed. Dit is van mijn bed. Ja, en dan heeft hij hier een soort bankje gemaakt van mijn kussens. Al zijn PlayStation spullen. Dit is de PlayStation. Dit is Jade's tv, want Jade heeft geen tv op zijn slaapkamer. Nee. Maar die heeft wel hier een tv. Dus dit is van Jade. Dus eigenlijk heeft Jade twee slaapkamers. Ja. Toch? Ja. Wij hebben ook een twee. Wat dan? Ik bedoel... En deze soort is ook nog. Ja, van. Zeker. Dus ik probeer zoveel mogelijk speelgoed op zolder te houden van de kinderen, maar dat is nog moeilijk. Soms neemt ze een doosje van tasje mee naar beneden, dat gaat weer niet meer naar boven. Maar oké, dit is de zolder met speelgedeelte, dit is een extra kamer. En daar was in het hoekje eerst de ballenbak. De ballenbak stond daar, ja. En die heb je nu weer mee naar beneden genomen. Ja. Hier heb ik ook een paar lijstjes van Papertjel. En hier is een hele grote kleffe. Dan gaat Sumaya nu weer als eerste naar beneden. En daarna gaan wij naar beneden. Want we hebben nog een super grote tuin om te laten zien. Ja. We hebben niet alleen een achtertuin, maar ook een... Voortuin. En een... zijtuin. De extra tuin is dat. Zo noemen wij die. Oh ja. Die gaan we ook nog laten zien. En de keuken. Ja, dat... En waar de wasmachine is, hebben ze ook nog niet gezien. Of denken ze dat ik nooit was. We hebben ook nog ergens een plek voor de wasmachine. Dat is juist de achtertuin. Dus dat kunnen ze ook zien. We gaan het laten zien nu, hè. Niet de bed gezien. Van wie? Van Jay? Ja. Oh, jawel hoor. Ik denk het wel. Maar ik wil wel nog een keer laten zien. Dit is het. Dit is het hoge bed van Jayden. Nee. Niet. Je had ook eerst een hoge bed. Ja. En nu heb je een lage. Ja, en hier hebben we nog niet boven gekeken. Jawel, dit is veel meer boven. Oké, dan gaan we hier naar beneden. Dan heb je hier weer dat gangetje waar je door de voordeur komt. Ja. Dan als je aan die kant gaat, heb je de keuken. Ja. De keuken dus. Dus als je hier gaat, heb je de woonkamer. Wat net ik laat zien. Dit is de keuken. Koelkast. Vaatwasser. Extra kastje met allemaal spullen. De kookplaat. Allemaal kasten, jongens. Dit is dus de hele keuken. Dan, uit de keuken gaat, heb je nog een deur eigenlijk. Maar ik heb daar nu nog een laken hangen. Maar dit is eigenlijk gewoon een deur. Als je die deur... Maar je moet eerst hier laten zien. Oh. Wat hebben we hier? Ja, de wasmachine. De wasmachine. En er stond eerst eigenlijk ook een droger op, maar die is kapot gegaan. Ja. Dit is de wasmachine met alle spullen. Oh, en dan heb je hier ook nog wasmanden. Dus hier doe ik alle was. Dan hebben we... Dit. En... Ja, maar... Mag ik ook nummer zoeken daar? Ja, hoor. Ja. En dit is... De? De scooter. Dat is mijn scooter, ja. Ja, en hier heb je gewoon een bad. Oh ja, we hebben het zwembad nog steeds in de schuur. En dan hebben we hier een schuur. Oh, dit is de gewone schuur met alle troep weer. Dit is gewoon een schuur met bad. Ja, kijk. Hier kan je zitten. Ja, maar mag ik een beetje laten zien? Dit hebben we al gezien in een andere vlog. Dit is scooter en dit was eigenlijk de konijnen. Ja, hier hangen trouwens waslijnen. En hier dit was eigenlijk de konijnenkooi, hè? Ja, maar onze konijnen zijn... Ja, dat is eigenlijk alle ruimte voor de konijnen. Ja. En wat doe jij het allerliefste in de tuin? Trampoline. Daar heb ik de was op hangen trouwens. Is die nat? Ja, het heeft net geregend. Kijk, dat is de trampoline. En daar heb je dus hele konijnenverblijf. En dat was daar. Trampolinehuisje. Ja, je vogelhuisje. Daar is je zandbak. Oh ja. Allemaal zand erin. Al je fietsen, je auto's. Ook daar we kunnen ook die open doen. Dan hebben we hier dat tuinhek. Maar dan ga ik wel open doen. Dat is goed. En als je door deze tuinhek gaat, ja. Heb je hier de zijtuin. Ja, kom maar. Ja. Dat zijn de poten. Dan maak je eruit. Dan heb je de tuintuin en heb je hier de voortuin. Ja, kijk, dan hebben we hier nog een zijtuin. Zijtuin, voortuin, achtertuin. Ja, dat is echt. Nee, dit hebben wij gemaakt met z'n allen. Kijk, die steen zit van een kikker op. Leuk, hè? En onder die kikker zit ook nog iets. En dit hek hebben we gedaan voor? Waarvoor is dat hek? Weet ik niet. Oh, Bella? Go, 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 go. Bella, kom.
Omdat anders gaan de honden natuurlijk weg. Kietje, kom. Doe maar dicht, schat. Want anders lopen de honden weg. Daarvoor staat hek. Wat ga jij doen? Even gewoon chillen. Oké. Okay. Nou, dit is dus de voortuin en zijtuin. Maar hier kunnen de honden lekker rennen. Oké, ik ga weer naar binnen. Nee, mama, ik moet nog iets laten zien. Wat wil je laten zien? De straat. De straat. Mm-hmm. Oké, gaan we weer naar binnen? Nee. Oh, nog steeds niet. Dit is de midden. En dat is de honden. Veel. Ik ga het laten vloggen. Oké. Nou, dan hoor je andere hondjes blaffen. Ja. Oké, dus hier heb je weer die... Ik weet niet... Nee. Dus hier heb je weer die voordeur, wat we net hebben laten zien met de schoenen en de... Ja, maar... We hebben kom naar binnen. Dit kunnen zien, kom, man. Zo, kom. Jawel, kan ik allemaal laten zien. Dit is weer de voordeur waar je binnenkomt met alle schoenen en de jas en de... Kom binnen. Tonkie. En deze spiegel hebben we. Kietje wil niet meer. Kietje, kom. En we hebben deze spiegel. Spiegel? Ja. Als je weggaat of binnenkomt. Ja, heel goed, Kie. Dan gaat deze weer dicht. En dan was dit de hele rondleiding. Ja. Dit was hem, jongens. Eindelijk hebben jullie ons hele huis gezien. Ja. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren. En dan zien we jullie morgen weer. Tot morgen.